Dit is mijn beslissing, de zaak is afgedaan. Na 10 uur mag je geen lawaai meer maken. Dat is overlast. Mijn hond heeft 1 keer 10 minuten lang achter elkaar geblafd. Dat hele circus had hier niet nodig geweest als jij om 10 uur je hond binnen in de keuken doet. Mag niet van mijn geloof. Ik zeg het gewoon eerlijk. Nou, dat is tegenwoordig niet meer van deze tijd, hè, buurman. Ja. Jij zegt een Turks tegen mij hoerenkind. Ipne. Pooier. In zoverre de inleiding tot de Turkse straattaal. Wat een schijnheilige, egoïstische, gniepige man is. Een oplichter. Ik ben gewoon soms bang dat gewoon Rob niet een keer mijn hond gaat vergiftigen. Hoerenkind heeft hij tegen mij gezegd. Ipne is een flikker. Ja. Ik ben onderweg naar Rotterdam. Daar wonen Rodney en Marcella in een heel gezellig volksbuurtje. En ze wonen daar samen met hun dochtertje van 3. En er is een tweede kindje op komst. Nou, lekker genieten dus van huisje, boompje, beestje, zou je dus denken. Maar u raadt het al, niets is minder waar. Want door het voortdurende geblaf van de hond van de buurman wordt hun leven totaal vergald. Wij vinden het geblaf gewoon echt heel vervelend. We worden echt gewoon stapelgek van. En er moet gewoon echt wat aan gedaan worden. De buurman in kwestie, Ahmed, begrijpt helemaal niets van alle klachten. Want volgens hem valt het allemaal reuze mee. Bovendien is de hond heel erg belangrijk voor hem. Want Ahmed heeft namelijk een visuele beperking. De hond is eigenlijk een beetje als een kindje voor hem. Hij denkt dat de buren puur klagen om hem te pesten. Moet ophouden met die dingen. Ook mij met uitschelden, ook met mijn hond treiteren en mij treiteren. Inmiddels vechten de buren elkaar behoorlijk de kennel uit. En dus is het de hoogste tijd dat meester Visser naar Rotterdam komt en een einde maakt aan dit gekef. Godverdomme, die klootrond loopt weer te blaffen. Gina! Hey, meisje. Dit is mijn hond. Nee, ik weet niet waar ze is. Kom. Kip. Nee. Ze denkt we gaan spelen. Nou, lach nou stil, want van jou kan ik ook niet slapen. Ja. Sorry hoor. Kijk, dan sta ik even stil. Doe ik niks, komt ze naar mij toe. Nou ben ik er klaar mee. Nou ga je er wat aan doen. Misschien moet je er zelf wat aan gaan doen, hè? Mij eruit sturen. Ik ben helemaal klaar met die gore klootol van jou en met jou ook. Als Rodney een keer uit het raam zit te hangen, dat hoort mijn hond, dan gaat ze ook gelijk blaffen van, hey, ga je mijn baas weer uitschelden. Je hond blijft maar blaffen, kan je er niet wat aan doen, joh? Kijk, ik ben ook een mens, hè. Ik word ook boos. We leven hier in een woonwijk, hè. Weet je, ik kan ook niet tegenhouden, ja, dat scheld ik terug. We leven niet hier zo in de Turkse bergen. Ik zeg gewoon eerlijk, asha gedrag. We kunnen niet meer normaal slapen en functioneren hier in dit huis. Op stoppen nu. Anders gaat echt grote probleem komen, weet je. Denk je dat ik hier sta voor mijn lol, joh? Ik ben helemaal zat. Zo, daar zijn we dan. Het mooie Rotterdam, onder de rook van de Kuip. Geen woorden, maar daden, zeggen ze hier dan. Nou, we gaan eraan beginnen, want er is genoeg geblaft naar elkaar. Eens even kijken waar we zijn. Dit is de tuin en het huis van Rodney en Marcella. En daarnaast, aan deze kant, daar woont dus Ahmed. En daar loopt dus de hond altijd te blaffen. En die twee tuinen, die grenzen dus aan elkaar. Nou goed, eerst hier maar eens een kopje koffie doen. Feyenoord 1. Goedemorgen. Goedemorgen. Victor. Goed dat je er bent. Ik ben Marcella. Victor, leuk jullie te ontmoeten. Ja, zeker. Ik wil weten waarvoor ik er ben, hè. Voor het geblaf van de hond. Ja. Zullen we gelijk maar eventjes naar buiten dan? Want ik heb begrepen dat hij in de tuin van de buren zit. Ja, dan gaan we gelijk doen. Gaan we gelijk even kijken hoe hij eruit ziet. Goed. Ja, ik doe even mijn jas aan. Ja. Goed. Nou, leuke, mooie, ruime tuin. Ja. Ja, zullen we even daar naartoe gaan gelijk? Want waar zit het probleem? Nou, hierachter. Dit is de tuin van de buurman, ja, hè? Ja. En is de hond op dit moment ook buiten? Ja, ja, altijd is die buiten. Altijd? Ja, altijd, dag en nacht. Dat meen je niet? Ja, maar zomer en winter, dus ook als het vriest? Ja, ja. Is de hond buiten? In de tuin? Ja, dat is zo. Nou, daar hebben we. Ik
ga maar eens even bekijken wat voor modelletje het is. Ja, ze noemen het een waakhond. Hallo. Och, wat ben je knap. Groot ook. Hij is wel heel lief. Een lieve waakhond, hè? Ja. Ja. Als iemand dit een waakhond vindt, dan vind ik het hondje van mijn dochter meer waakhond. En dat is een chihuahua, heel groot. Maar de hond zit dus 24 uur per dag, zomer en winter, buiten. Ja, in de tuin. Altijd? Ja, altijd. Ja. En hoe vaak blaft hij dan? Ja, heel vaak. Ja. Heel vaak. En ook 's nachts dus? Ja, ja, daar ligt het probleem. En hoe laat blaft hij dan 's nachts? Nou, we hebben afgelopen nachten was het 3:15, 3:50, om 12:30. Dan... Maar dat is eigenlijk gewoon de hele nacht door dus? Ja. En weet je dan waarom hij blaft? Hij wil naar binnen. Ik denk dat hij naar binnen wil, ja. Hij zoekt aandacht, hij zoekt liefde. Maar dat kan hij niet vinden in de tuin. Ik heb ook wat te doen met de hond, jongens. Als ja. ik hem ja, zo zie. Ja, ik ook. Gaat hij bijvoorbeeld wel uit met de hond? Nee, ook niet. Ja. Ook niet? En hij plast hier zo, dus we dat zitten in de niet. Stank. Ja, dat is een riolering die naast je hebt. En maakt hij het wel eens schoon? Ruimt hij het op? Nou, eigenlijk nooit. Maar vanochtend toevallig stonden er twee mensen in zijn tuin om het even op te ruimen. Dat meen je ik heb niet. Hier een foto van. Ja, dan denkt u, dan komt Frank Visser en dan maak ik het even schoon. Het is puur bedrog. Hij wil de mensen laten zien dat hij toch heel netjes is en goed voor die hond zorgt. Maar dat is niet zo. U ziet, hè, onze tuin ligt laag. Hè? Dus dan komt de regen en die spoelt het allemaal onze tuin in. Het maakt nog geen flikker uit hoe wij erbij zitten. Onze woongenot, woonplezier, dat is gewoon... Het is gewoon helemaal verstoord. Door één hond in een tuin. Nee, door één lakse baas. Ja. Zullen we er binnen met een kopje koffie even verder over kletsen? Ja, dat is goed. Oké. Okay. Nou jongens, daar zitten we dan. Even geen last van de hond. Hoe lang wonen jullie hier al? Wij wonen hier nu een jaartje ongeveer. Oké. Okay. Ja, want we zijn hier komen wonen bij mijn moeder. Oké, okay, dus jullie wonen op dit moment bij jullie moeder in? Ja, bij jouw dat moeder. Klopt, ja. Maar zij is hier nog elke dag? Nee, ze vlucht ook weg voor die hond. Echt waar? Ja, tuurlijk. Dan gaat ze naar Brabant en daar woont de nieuwe vriend met zijn kinderen. Dus veel rustiger zou het ook niet zijn, maar blijkbaar rustiger als hier. In Tuindorp Vreewijk. Ja, dat is een van de rustige buurten van Rotterdam. Nou, dat is er lang niet meer. Hoe lang... Hebben jullie nu al last van het geblaf van de hond? Om en nabij 4 jaar. Zo lang al? Ja, maar deze is pas anderhalf? Ja, dat klopt. Dit is de tweede hond. Oké, okay. En de vorige hond deed hetzelfde? Ja, alleen die had meer last van stank. Wat is het eigenlijk voor hond, weten jullie dat? Turkse kangal. Oké. Okay. Oftewel een Turkse herder. Een Turkse herder. Een waakhond kent prima hè, in Nederland. Op een lekker groot boerderij waar die lekker kan rennen en zo. Waar die liefde en aandacht krijgt, waar die gewoon 's nachts binnen kan zijn. In een grote schuur, lekker. Weet je wel, maar hier zo in een woonwijk. Dag en nacht in diezelfde tuin, dat die hier moet rondjes rennen of zo. Dat is niet normaal, die hond moet op koude tegels liggen. Met natte vacht de hele dag. Ik heb er ook een filmpje van op mijn telefoon. Laat eens zien. Dan zit hij lekker in de regen. Och, gosh, jongens, dit gaat je toch door merg en been. Het regent echt pijpenstelen en hij loopt daar een beetje pomp verloren door die tuin. Ja. Wat zielig. Ja. Ik kan een hond een dikke vacht hebben, maar van de winter is gewoon min onder de min. Onder de nul. Dus dan vriest het gewoon. Dus dat is gewoon nog kouder voor dat beest. Het is gewoon heel zielig. Wat doet de hele zaak met jullie? Nou, ik word er gewoon knettergek van. Ja. Dus ze kijkt mij er ook op aan, hoor. Want ik ben er ook wel heel erg mee bezig. Als zij denkt s'avonds lekker te knuffelen met mij in bed, heel lekker een filmpje te kijken, sta ik met mijn telefoon te kijken of die weer wat uitspookt met die hond. Ja. Tot in de bedstee dringt de hond door zelfs. Ja. Ja. Klote buurman. Zijn jullie al eens gewoon naar de buurman toegestapt? Ja. Van joh, het is niet meer houdbaar. Ja. En wat zegt hij dan? Ja, dan wordt hij heel nerveus en dan gaat hij schreeuwen en schelden. Ja, de hond had ons wakker geblaft 's nachts. Wat ga je nou doen? Ja, ik ben wakker, hè? Dan bel maar even de politie dan. Ja, die doet we toch niks. We gaan gewoon nou bij die Turk aan de deur. Ja, dat gaan we doen. Dus wij denken, wij gaan om 9:00, een mooie tijd, gaan wij even vertellen dat wij het er niet meer mee eens zijn. Maar meneer is een lapswans, die gaat dus heel laat naar bed en die doet eigenlijk niks. Ik doe momenteel ook niks, hoor, maar...
van de buurman, dan neem ik het hem kwalijk, zeg maar. Oké. Okay. Ja. Maar goed, jullie stonden aan de voordeur. En toen? Kwam zijn vrouw. Ze gebrekkige Nederlandse import. Die heeft hij hier naartoe laten komen. En toen? Deed ze de deur open. Aan met zich opgerot. Ja. Ja. Normaal was dan de buren komen klagen. Dan zeg je van, joh, ik ga mijn best doen. Ik ga er wat aan doen. Maar tegen ons heb hij zo'n grote waffel. Ja. Meester Visser gaat de zaken heel goed onderzoeken. Die komt hier straks naartoe. Wat is jullie eis? Buurman weg. Zullen we beginnen met de hond? Ja. Want dat is volgens mij wel de eis, toch? Ja. Jullie willen echt dat de hond vertrekt. En wij willen graag dat de tuin gereinigd wordt. Gewoon door die poep en door die plas. Dat is gewoon vies. Ik begrijp het. Dankjewel voor nu. Ik kom jullie zo meteen weer halen als meester Visser onderweg is. Oké, top. Nou, jongen, jongen, jongen. Wat een stress. Iedereen in huis lijdt dus onder het lawaai van de hond. En moet je dan ook nog eens voorstellen dat je nog zwanger bent ook. Maar goed, het is eigenlijk überhaupt een wonder dat Marcella nog zwanger geworden is. Want zoveel geknuffeld wordt er dus niet meer in de bedstee. Ook allemaal vanwege die hond. Maar goed, Marcella en Rodney vinden het niet alleen zielig voor zichzelf. Ze vinden het ook echt zielig voor de hond. Ik ben heel benieuwd naar het verhaal van Ahmed. Nou blaft de hond niet. Goedemiddag, Ahmed. Goedemiddag. Victor. Victor, ik steek mijn hand naar je uit. Kijk, die heb je te pakken. Die heb ik te pakken. Want ik begrijp dat jij een visuele beperking hebt. Dat klopt. Mag ik vragen wat je nog wel en wat je niet meer ziet? Ik zie nog licht en schaduw. En mensen van het postuur of een baard, snor, ja. Bril. Dus je kan wel een beetje zien dat ik het ben? Dat jij het bent niet, nee. Maar ik hoor het aan je stem gelijk. Ja. Ik volg soms ook je programma, hoor. Oh, wat goed. Ja. Dus je hoort, ja, daar word je natuurlijk extra goed in dan. Zeker. Je hoort dat ik het ben. Ja, ja. Zeker. Ik kom voor de hond, Ahmed. Dacht ik al. Hè, voor de overlast van de hond. Zullen we gelijk maar eens even naar de hond toe? Ja. Want ik heb hem vanaf de andere kant gezien, maar ik wil heel graag even kennis maken. Zeker. Zena. Och, Victor. Dit is mijn hond, Zena. Nee. Is een speelshond. Ja. 15 maandjes. Ja, ze is nog jong. Ze is nog heel jong. Hé, meisje, rustig, hè, wijfie? Waarom heb je een hond genomen? Een hond, ja. Zij is veiligheid voor mij. Dat is de eerste. Er is vorig jaar, of anderhalf jaar geleden, is overvacht gepleegd bij mij. Ik heb het gelukkig nog kunnen overleven, nog na kunnen praten. Maar ja, sinds die tijd voelde ik me gewoon niet veilig, weet je. Ik sliep met een hondbankknuppel, met een mes naast me. En sinds ik Zena heb en nog groter is geworden, ja, ik voel me nog gewoon veilig. En niemand durft meer in mijn buurt te komen. Niemand komt in mijn tuin. Niemand komt in mijn huis zonder toestemming. En het is echt gewoon veiligheid van mij. Maar dat is wel een van de redenen dus dat je Zena, de hond, hebt genomen. Zeker, ja. En tweede ook voor de liefde, voor de aandacht. Ja. En een schat van een beest. Ja. Maar begrijp je dat de buren het moeilijk vinden en dat ik dat ook een beetje vreemd vind? Dat je, als je een hond neemt voor de liefde, dat hij dan 24 uur per dag buiten is? Maar deze honden horen ook buiten. Het zijn ook buitenhonden. In Turkije of andere landen leven ze gewoon 24 uur lang buiten. Ook in de sneeuw, in de regen, maakt niet uit welke weer het is. Dat kan niet tegen? Ja, natuurlijk. Dierenbescherming is hier langsgekomen. Dierenpolitie. En wat zeiden En de wijkagent. Wat hebben die gedaan en wat zeiden wat hun komen naar binnen, ze zeggen mijn hond gelijk. Ze zeggen, mooie hond, schone hond, glimmende vacht, goede hond. Ze zeggen, waar slaapt ze? Ik zeg, kijk maar naar de schuur, naar de hok. Oh, ze heeft wel een hok? Ja, natuurlijk. Jij bent bedaard. Kom maar, je wilt niet sneller. Kijk, ik zie haar als mijn kind, als mijn dochter. Hé, meisje. Als ik mijn andere kinderen goede veiligheid geef voor een woning, voor onder het steunen van een, als het niet regent, wat. En zij ook. Zij is mijn dochter gewoon. Zij krijgt dezelfde dingen als mijn kinderen. Gewoon, dat ze gewoon lekker warm kan liggen en slapen. Ik geef haar liefde, maar ze geeft mij ook liefde. Dat merk ik ook aan haar. Ze is wel soms een slettenwijf. Echt dat ze mij pest, maar ze mag me wel. Een slettenwijf? Ja, ze is echt een slettenwijf. Een wijfie van me. Lekker ding. Maar als ik jou nou vertel, over slettenwijf gesproken, dat de buren niet meer knuffelen in bed, hier boven daar, vanwege de hond. Sorry, maar ik vind dat gewoon bullshit, man. Echt. Hond, zijn romantiek verpest dat ze niet meer kunnen knuffelen of niet meer kunnen vrijen. Je hoort gewoon bijna niet haar. Ze blaft misschien tegen een kat even of tegen een vogel, hou. Dan is het klaar. Dan hoor je gewoon een uur of twee niet haar. Maar als er Feyenoord gespeeld wordt, hier is gratis parkeren. Daar komen 80 mensen hier. Ja, en die 80 mensen, gegeel,
En van die hooligans ook soms. Ja, parkeren, auto's starten. Ja, dan wordt ze ook wel waaks van, dan gaan ze blaffen. Hé, er zijn mensen, er gebeurt hier wat. Dan gaat ze blaffen. Is ze lief? Ze is heel lief. En speel je vaak met haar? Ik speel vaak met haar hier. Omdat we gewoon... Ik was bijna mijn hand kwijt. Maar je speelt dus wel met haar, want de buren zeggen van ja, hij geeft haar eigenlijk veel te weinig aandacht. Geef ik haar veel te weinig aandacht? Ik ben bij... Zelfs mijn eigen zoon komt naar mij toe. Papa, jij geeft meer aandacht dan mij aan die hond, zegt hij. S'avonds zit ik hier bijvoorbeeld, sta ik en dan schreef je, dan komt ze naar mij toe, ze heeft een eitje. En dan ga ik spelen met haar en dan komt ze en dan geeft ze een tik. Ja. En dan geeft ze een tik met haar poot. En dan geeft ze een tik met haar poot, zeg maar. Kom maar hier, meisje. Kom maar hier, ja. Genoeg. Leg, leg. Jat. Braaf. En we kunnen ik zie wel dat je er heel gek mee bent. Ik zeg weer met haar. Ze is echt gewoon alles voor mij. Heeft ze hier, Ahmed, genoeg ruimte? Ja. Ja. Heeft ze genoeg vrijheid om te rennen, om de energie kwijt te raken? Zeker, zeker. En hierachter is er ook een hele grote hondenpark. Ja. Soms als het lekker is, ga ik met haar en dan ga ik mijn sigaretje en een zonnepitje, weet je. Dan gaat ze daar met andere honden gewoon lekker te keer. Gewoon uurlang, twee uur lang. Ik zit daar lekker te zitten. Maar dat doe je dus wel. Maar hoe komen de buren er dan bij dat die hond hier eigenlijk 24 uur per dag opgesloten is? Overdrijven is een hele grote... En hun maken gewoon een kleine vliegende olifant van. Ik heb mensen om mij waarom heen... waarom doen ze dat? Hun mogen... Kijk, Rodney mag mij niet. En niet normaal, hè. Als je naar mij komt, hey, Ahmed, jouw hond zit te blaffen. Maar als ik naar jou kom, hey, godverdomme, je hond, ik ben het helemaal zat met je hond. Met je hond even wegpleuren, kankerturk. Zeiden ze dat? Ja, dat zegt hij ook tegen mij. Hij heeft zoveel, ik zeg toch, hij schat mij uit. Dan zegt de buurman dat jullie hem af en toe uitschelden omdat hij uit Turkije komt. He, dat het racistisch bedoeld zou zijn. Ik heb nog nooit tegen hem gezegd dat het stinkturk of iets is, hoor. Dat heb ik nog nooit gezegd, ik heb hem nog nooit op zijn... afkomst. Ja, afkomst uitgescholden. Nou, wij gaan eigenlijk zat om met buitenlandse mensen. Mijn moeder heeft een vriendin, die heet Toria, die maakt de lekkerste hapjes. Als ik een racist was, dan moest ik eten ook niet. Toch? Nee. Zo'n hakenkruis op mijn rug. En als hij ook nog bij mijn gezin mij uitscheldt, in Turks... Dat doet hij? Dat deed hij ook. Wat zegt hij dan? Ja, hij zei bijvoorbeeld, ja, grof zegt hoerenkind in Turks. Of, hoe zeg je dat in Turks? Ja, orospu çocuğu. Okay. Of hij zegt ipne, flikker. Hij zegt andere dingen, of pooier zegt hij, pezevenk. Weet je? En wat nog heel raar is, dat vind ik heel asociaal. Een kind van 5 jaar zegt tegen mij hoerenkind in Turks. Dat is toch niet normaal? Dan heb je het over hun dochtertje. Ja. Die hoor je die kind ook gewoon ipne. Of orospu çocuğu die kind roepen. Kan makkelijk. Maar zo'n jong meisje, die roept dat hier? Ja. En ik vind dat niet kunnen. Nou zegt Ahmed dat jullie af en toe vieze... Turkse woorden naar hem roepen en dat jullie die ook leren aan jullie dochtertje. En dat die ze dan ook weer roept. Het is helemaal gek geworden. Ik hoor gewoon nog kwijt dat ja, dat zegt hij. Hij zegt dat jullie haar ook dat soort woorden leren en dat zij dan zegt ipne. Dat zegt ze echt niet. Nee, de kind is 3 jaar. Als ik dat tegen haar zou zeggen, dan zit ze daar in de klas. Zit ze die rare woorden te zeggen. Zit ik zelf dadelijk voor lul. Ja. Hij moet zich lekker met zijn eigen gezin bemoeien, niet met mijn gezin. Meester Visser komt vandaag de zaak onderzoeken. Vandaag gewoon. Hey, ja, je wil aandacht. Ja. De buren hebben als eis voor meester Visser, schrik niet, dat de hond weggaat. Heb jij een tegeneis voor meester Visser? Jazeker. Ik vind dat Rodney mij voortaan met rust moet laten. Met schelding, met beledigingen. En dat hij niet elke keer dat instanties moet bellen, politie, wijkagent, havenzeden, dat mijn hond weg moet. Het is mij duidelijk. Ik kom jou straks weer halen als de meester onderweg. Ik heb voor niks dit hond aangeschaft. Dus daarom. Goed zo, jongen. Dankjewel. Dankjewel. En ik kom je straks weer halen. Ja. Tot zo. Hoi. Nou, het is wel duidelijk dat de buren flink van zich afbijten hier in Rotterdam. Een beetje als Ajax Feyenoord met hond Zena in de spits. Hoe dan ook, ze staan lijnrecht tegenover elkaar als het over de hond gaat. Rodney en Marcella zeggen, joh, wij worden regelmatig 's nachts wakker door het geblaf van de hond. Terwijl Ahmed zegt, joh, overdrijven is ook een vak. Dat is gewoon absoluut niet waar. Daarbij maken Rodney en Marcella zich ook ernstige zorgen over het welzijn van de hond. Ze vinden het gewoon zielig. Terwijl Ahmed zegt, joh, dit is een hond, die leeft altijd buiten, die kan daar prima tegen. Die kan tegen temperaturen van min 40 graden. Maak je geen zorgen. Ik heb geen verstand van de Turkse herdershond. Ik ben blij dat meester Visser onderweg is. Die heeft namelijk een hondendeskundige en een geluidsdeskundige bij zich. Ik heb met beide partijen afgesproken op straat. Rodney en Marcella, goed dat jullie er al zijn. Haal ik de buurman erbij. Ahmed. Hey.
Kom je met mij mee, jongen? Ik kom met je mee. Ja? De buren staan hier te wachten, Ahmed. Oké. Geven we elkaar nog een hand? Ja hoor. Ja hoor. Dat is een goed begin. Hey, jongen. Waarom zou ik hem geen hand geven? Het is gewoon fatsoenlijk om iemand de hand te geven. En de buurvrouw? Hoi. We hebben bonjour, maar we zijn niet echte vijanden. Dus om elkaar gelijk aan de keel te pakken, liever een hand dan de keel. Kunnen jullie nog eens een keertje aan de buurman uitleggen waar je nou precies van last van hebt? Nou, wij hebben heel erg last van het geblaf. Ja, blaffen en blaffen. Ja, je blaft van 6 keer blaffen, 3 keer blaffen. Je blaft van 1 keer houden blaffen, dan is hij ook gelijk stil. Ja, maar als je nou wakker ligt, dan word je toch wakker geblaft. Dus waar is mijn woongenot? Ze maken gewoon echt een vlieg van een olifant. En overdrijven is ook een vak, vind ik. Mijn hond is om 7 uur al uitgelaten. En daarna heb ik nog om 10 uur uitgelaten. Je staat te liegen dat je barst. Waarom moet ik liegen voor dit? Omdat je liegt. Omdat je denkt dat je een of andere hondenliefhebber bent. Maar je bent een fucking ontwaard, man. Waar heb je het over? Ik lieg. Ik kan echt geen last van gillen kijken, mij. Dat is sowieso. Gelijk een beetje proberen te gillen. Proberen gelijk aanvallend te zijn. Ja, ik loop met mijn hond hier in de buurt. Als ik waar loop je dan? Stap je in de auto? Nee, ik stap niet in de auto. Ik loop lekker naar de randweg op. Ik heb je net zien lopen met je hond. Tot de pauwje zo. Ik zit hier al op. Je bent net 50 meter vooruit met je 50? Bloot. En je loopt met je bloot, neem je 2 als je gaat weer terug. Jullie zijn zielig, man. Wat vinden jullie zielig? Jij bent zielig. Moet je zelf nou eens staan, joh. Ga voor je hond zorgen. Je bent geen eens een dier waard, man. Je bent jezelf niet eens waard. Als jij hier komt mij aanvallen doet, dan kan ik ook je uitschelden of wegsturen. Ja, scheld me dan uit. Je scheldt zelfs mijn kind uit. Dus waar zit Sorry? Jij scheldt mijn familie uit. En dat vind ik heel zielig van jullie. Weet je wat ik zielig vind? Dat jij mijn kind ergens in betrekt. Dat jij mijn kind uitmaakt voor moederkind. Maar jongens, dit is toch niet normaal dat je elkaar voor dit soort dingen uitmaakt? Ik vind het ook niet normaal. Wat ook het meningsverschil is, maar dit kan toch niet? Hij liegt echt, dat hij loopt uit zijn nek. Zoals de buurvrouw zegt, het is een huichelaar. Ik wil weer even terug naar de hond. Nee, jullie vinden deze hond niet geschikt voor in een woonwijk? Nee. Hij zegt, jullie zijn de enige die klagen. Over jouw hond, vriend. Sorry, maar Ahmed, zeg eens eerlijk, is dat zo? Heb jij van meerdere buren klachten gehad over nee, de hond? Nee, ik heb echt geen klachten gehad. Alleen voor Rodney en Marcella. Alleen voor Rodney en Marcella. Goeiedag. Meester Visser, goedemiddag. En heel hartelijk welkom in Rotterdam. Mag ik u voorstellen aan de partijen? Dit is Ahmed. Ahmed is visueel beperkt, dus die ziet niet goed. Rodney. Dit is Rodney en dit is Marcella. Ja, ik heb een deskundige meegenomen. Onderdeskundige. Hoi. Hallo. Ahmed. En ik ben Ters. Heeft u mij nog nodig? Nou, blijf in de buurt. Ik blijf bij u in de buurt. Als ik de hond niet aankom. Dus ze is nog jong en onstuimig, zeg maar. Jong en onstuimig. Speels. Daar houden we van. Ja. En dat is van de binnen. Ja, baasje is het. Baasje is het. En meester Visser. Ja. Meisje van me. Lieverd van me. Ja, lieverd. Hij doet zich voor als de beste willen hondenliefhebber die er is. Kom ik hier, hallo? Ja, lieverd. Maar hij verwaarloost dat beest in mijn ogen. Dus dan ga je hier zo mooi weer spelen omdat er een cameraatje op je schijnt. Ga zit. Zet. Ja, dat is gewoon een hele grote schijnvertoning. Ik ruik niks. Ik ruik toch echt wel wat, hoor. Ja? Nou, kijk even daar, die hoopjes liggen daar. Nou goed, als dat erin trekt, zou ik het toch wel moeten ruiken. Proberen we altijd meteen gewoon netjes schoon te houden. Stankloos, zeg maar, ontlastingen, pers, allemaal weg te hebben. Ja, dan gaat hij blaffen. Poep aan mijn schoen. Oh, ja. Ik heb toch een poep. Maar kijk, u bent de hondendeskundige. Ja, misschien daarom, hè. Nergens ligt poep en buiten op de hoek was een andere hond gepoept. Misschien heeft ze daarop getrapt, zonder te merken. Als u hem roept, komt hij dan? Nu? Ja, soms wel, soms niet. Trainen. Ja. Hier is hem. Hier is hem binnen. Kom, meisje. Zena. Zena. Kom eens hier. Ik heb wel gelachen eigenlijk. Kom eens hier. Want hij deed helemaal... Zena, kom dan. Kom eens hier. Dan gaat ze rondjes rennen. En probeert mij te pakken. Ja. Nee. Oh, pas op hoor. Victor, pas je op dat Nee, kappen. Victor weet hoe je vrouwtjes moet versieren, hè? Mijn hond is een vrouwtje. Dan denk ik, hey, gaan we even kijken hoe het klikt. Zena, Zena. Ze wil heel graag naar iedereen toe, wat ik zie. Maar is echt speels. Naar jou wil ze nog niet zo heel graag. Nee, het is gewoon echt... Ik ga dan heel rustig. Kom maar. En dan komt hij naar mij toe. Dat zegt er ook al over die band van hem, wat hij met die hond heeft. Wat er aan de hand is, als er veel mensen hier zijn, dan denk ze toch, wat is er weer? Maar ja, voor mij is het gewoon heel duidelijk. Ik hoop voor de rest ook. Heeft u nu iets wat u al doet als hij blaft? Ze heeft s'avonds na 10 een blafband om. En wat voor blafband is dat dan? Een geurblafband, ja. En reageert hij daar goed op? Ja, ze vindt het echt niet lekker, die geur. Zien jullie wel eens dat hij die halsband om heeft? Of deze? Nee, deze niet. Maar dat vind ik ook heel barbaars. Want het is een waakhond die niet mag blaffen. Dus waarom heb je... Door jullie. Door ons. Ja. We wonen in een woonwijk. Omdat jullie een mug van een olifant maken. Ja, je maakt het geluid van een olifant, ja. Ja. Familie Flodder probeert altijd boven te komen. Hoe je ook je best doet. Kijk, ook met gillen, ook met asociaal gedrag, ook met asociaal gesprekken met mij. Ook leugens. Weet je, je ziet gelijk familie Flodder naar boven komen. Wat gaan we nu doen? Want u wilt...
Ja, ik wil graag zien dat hij blaft, waarop hij reageert. Dan wil ik jou, Victor, vragen, kun jij dan, want daar slaat hij op aan, een Feyenoord-supporter nadoen. Ik ga mijn best doen. We leven hier in Feyenoord, hè? Geen woorden, maar daden. Ja, maar ja. Dag. Dag. Hoe is het met u? Ja, prima. U bent al druk bezig met het... Met de geluidmetingen. Met de geluidmetingen. Ja. Ja. Maar dan gaan we eerst even, want hier staat een... Nu hallo. Een mooi beeldscherm. Ik vertaal dat even om de naam, want we zien op het beeldscherm nu de hond. Hij kijkt een beetje om zich heen. Ja. Aan de zon. Geen woorden, maar daden. Victor die kwam bijna door de schutting naar binnen. Ja. Ik was zat die hond, die zat even gewoon glazen te kijken wat er nou gebeurde. Hij wordt een beetje zenuwachtig. Hij gaat een beetje lopen. Dag mevrouw, ja, ik doe een autoalarm na. Ja, beetje gek, sorry. Oké, nu gaat hij met de... Oh, nu wordt hij een beetje angstig. Ja, als dat een waakhond is, dan ben ik de paus. Meneer, mag ik u even lenen? Oh, sorry mevrouw. Mag ik u even lenen? Met uw hond eigenlijk. Hij zit hier achter jou, dus als ze een beetje blaft... Oh, daar heb je hem. Ja, er gebeurt wat. Nou, dat heeft niet echt de verwachte uitwerking. Wat Victor ook probeerde, zijn blaften niet. Of maar wat moet die hond nou de hele dag doen? Gewoon, ze hebben bijvoorbeeld daar een bal. Soms denkt ze van, ik ga even voetballen met de bal. Gaat ze alleen spelen? Ja, dat dacht ze ook om 6:30, weet je wel. Kijk eens. Ze spelen even met de bal. Ja, om die hond te spelen. Hey, hoort u nu blaffen? Ja. Meester Visser. Nou, we hebben hem gehoord. Ja, hij heeft een paar keer leuk geblaft. Dus dat heeft de geluidsdeskundige heeft dat genoteerd. En wat doet die hond met je? Hij heeft sociaal nog om. Jeetje. Ik geloof de hond geen fan van Feyenoord is. Victor, het is goed zo. Nu stopt je verzekering ook, hè? Weet je wat? Je mag hem hebben. Als iemand in mijn tuin, als een gek debiel iets doet, weet je, dan denkt ze van, hé, wat gebeurt er nou? Ik ga even blaffen. Dat is normaal. Je hebt het overleefd. De nauwe nood. Beste mensen, ik heb het hier gezien en ook een beetje gehoord. En we gaan nu naar de hoorzitting en dan gaan we over de zaak praten. En dan kunt u alles nog aan mij vertellen wat nog nodig is. Ja? Dan zie ik u straks. Ja. Oké, okay. We hebben zojuist tijdens het locatiebezoek gezien dat de hond in ieder geval de tijd van haar leven gehad heeft. Maar één ding deed ze niet, tenminste bijna niet, en dat was blaffen. En daar gaat dit hele conflict natuurlijk wel over. Want hoeveel blaft de hond nou als wij er met z'n allen niet bij zijn? Om daarachter te komen heeft meester Visser in het geheim aan onze geluidsexpert gevraagd om de afgelopen 4 dagen en 4 nachten metingen te verrichten naar het geblaf van de hond. Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitkomsten van al die metingen. Die gaan we nu horen, want het is tijd voor de hoorzitting. En die vindt plaats hier in het café. Wij hopen gewoon dat we gaan winnen, omdat het beste is voor de hond en voor ons. Ja. En de buren natuurlijk. Ik ga sowieso mijn woord doen. Ik ga bij de rechtszitting echt zijn poepie laten rijken, hoor. Ik wil gewoon, ik ben zat met hun. Welkom, we zijn hier in Ridderkerk. Vlak bij Rotterdam, waar zich het probleem afspeelt tussen Rodney en Marcella en Ahmed. Althans, de hond van Ahmed. Ja, de herrieschopper is er niet. Ja. Is maar goed ook, denk ik. Want dat is iets te groot voor deze studio. Misschien. Ja. Hoe lang speelt het probleem al, volgens u? Nou, het probleem die is niet begonnen met de huidige hond. Nee. Hij heeft hiervoor ook al een hond gehad. En dat gaat om en nabij al zo'n 4 jaar door. Nee, die andere hond is weg. Dus daar hoeven we niet over te hebben. We hebben over deze hond nu. Ja. En hoe lang is deze hond er? 13 maanden. 13 maanden. U slaapt ook aan de kant waar de hond buiten is? Klopt. Dus als de hond blaft, zou je het zelf moeten horen. En of... zelfs mijn zoontje slaapt aan dezelfde kant. Mijn vrouw slaapt aan dezelfde kant. En mijn zoontje heeft er geen last van. Die wordt ook niet wakker. Nee. Ook met een klein beetje een raam open keer. En u beleeft dat anders, zeggen ze dan? Die heel de buurt beleeft dat anders, behalve zijn huishouden. Sorry, maar enige bij de wijkagent, bij de politie en bij de wooncoöperatie geklaagd is, meneer Kastelen. Nee. Ja, joh, hè? Nee, 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 nee.
Wie bent u? Nou, moeder, luister, ik ben de buurvrouw naast hun. Oh. En ik heb ook een blinde zus en die wordt ook iedere keer wakker door die hond. En dat hele circus had hier niet nodig geweest. Als jij om 10 uur je hond binnen in de keuken doet, hebben wij er geen last van en jij mag je hond houden. Ja. Want ik ben ook hondenliefhebster. Wij hebben 50 mevrouw. Jaar honden. He? U bent van harte welkom aan deze tafel. Nou, dat is goed. Nee, maar ik kan zoiets niet uitstaan. Hè? Ja, nee, maar ik ben dat maar heel... Hun ja, maar vies. Maar, ja, goed. Maar waarom mag hij niet binnen? Het mag niet van mijn geloof. Ik zeg het gewoon eerlijk. Ik vind het heel sneu voor hem, maar ik ken niet. We hebben er last van. Zo ben ik, hè. Ik heb nog gevoel. Ja, u kunt het met die hond... goed vinden. Ik zag gelijk dat u... Ja, ik vind het een hele lieve hond. Dat vind ik ook heel zielig. Maar toch, u wilt dat die hond weggaat. Ja. En waar moet hij heen dan? Ja, nou, iemand waar je die er wel voor goed kan, voor kan zorgen. Sorry, maar in mijn ogen kan niemand beter... weet je, als ik nou iemand ga geven zomaar... wie weet, misschien beste kennis verwaart nog erger dan mij. Dus je geeft toe dat je verwaarloost. Ik zeg, erger dan mij. Ja, dus je geeft toe jullie dat je zeggen, jullie zeggen, blijkbaar... Verwaarloos, nee. Dat zeg je jullie, dat zijn jullie woorden. Nee, ik zeg wat jullie woorden zijn. Eerst een eerste vraag aan onze hondendeskundige, mevrouw Aniek Winters. De eerste vraag, ziet die hond er gezond uit? Ja, hij ziet er niet ongezond uit. Ik bedoel, hij is niet te mager. Op het eerste oog lijkt hij heel oké. Okay. Ja, en de manier waarop hij wordt gehouden? Want voor mensen in Nederland, ja, dat doen wij niet met honden, maar... Nee, kijk, het is wel een hond die buiten kan leven, maar er zitten wel een bepaalde voorwaarden aan. Alleen in de tuin laten is zeker voor zo'n hond gewoon niet goed. Hij heeft veel beweging nodig, het is een fanatieke hond. Ja. En beweging, hebben we het dan over tot aan de boom of hebben we het dan ook echt over... Nee, dan hebben we het over echt werken. En ook niet alleen maar snuffelen langs een randje, dan moet hij echt kilometers maken. Eventueel misschien zelfs aan de fiets of ander soort speurwerk of wat dan ook. Hij moet echt wel aan de gang. Dat kan meneer niet doen natuurlijk. Nee. En de meter... Ik loop wel. Als de... Ik loop veel met uw hond. En als dat niet gebeurt, wat gaat die hond doen dan? Nou, dan wordt hij verveeld, vervelend, gaat hij blaffen. Blaffen uit verveling? Zeker, zeker, ja. Ik doe echt heel goed mijn best om mijn hond 's nachts niet laten te blaffen. Maar ja, het is een hond. Ik kan niet zeggen, je moet nu stil zijn en mond houden. Nee. Dus daar kan ik niks aan doen. Ik heb me wel een blafband gedaan. Dat wil ik mevrouw even Winters, doen. Mevrouw Winters, het is een blafband, maar niet met die elektrische schokker. Nee, het is een citronella geur of zoiets. Ja. Klopt. Een soort toiletreiniger. Ja. Nou, helpt dat? Het kan soms helpen, maar als er niks aan de oorzaak gedaan wordt... dan kan ook een hond er zo aan wennen en gewoon doorgaan uiteindelijk. Duidelijk. Ja, dan hebben we misschien wel een verrassing op dit ogenblik. Want onze deskundige ingenieur Roelofsen, die heeft... Nou, stiekem niet helemaal, maar u heeft geluidsopnames gemaakt. Dat klopt, meester Visser. De afgelopen 4 dagen heb ik geluidmetingen gedaan. En die nemen ook de audio op van buiten. En wat heeft u gevonden? Ja, overdag blaft hij redelijk veel. Ja. Maar dat is het probleem niet, heb ik al begrepen. Maar in de avonduren blaft hij toch gemiddeld zo'n 40 keer. 40 keer? Dat is veel. Ja, ik vond het vrij veel. Mijn honden doen het niet in ieder geval, laat ik het zo zeggen. En 's nachts? S'nachts, de akoestische nacht, om het daar maar even dan mee te beginnen. Die begint om 11 uur 's avonds dan en die duurt tot 7 uur 's ochtends. Ja. Heb ik vastgesteld dat die tussen de 10 en de 15 keer blaft. Dat is normaal meer. En, ja. En wat heeft u gemeten? Op de gevel doet u dat altijd? Op de gevel, ja, schrik niet. 85 decibel vastgesteld. Dat is hoorbeschadiging, is dat toch? Terwijl 70... is het maximum? Ja, 70 is eigenlijk een limiet die ook aan een bedrijf wordt gesteld. Ja. Dat is vergelijkbaar met een vrachtwagen die op een paar meter afstand langs komt rijden. Dus dat is wat je hoort in een goedkoop hotelletje in... ja, dat hoeft niet eens een hotelletje te zijn, meester Visser. Ja. Ja, maar wat moeten we ons daar nou bij voorstellen? Een vrachtwagen die voorbij komt? Ik heb van het blafgeluid die zijn waargenomen, zeg maar, met de geluidmeters... Ja. Heb ik een bestandje van gemaakt. Oh. Die kan ik even laten horen. Op 85 decibel? Op 85 decibel, Victor. Dit is wat zij horen. Bij het open raam. Ze zijn lekker vredig ligt te slapen. Ja. Tja. Slaap lekker. Ja, nee. Dat juist maar niet. Maar als je dat zo blaft, ja. Als er een autoalarm afgaat,
Of als ze Feyenoord speelt, bij ons is het gewoon gratis parkeren. Maar Feyenoord, kijk, Feyenoord, ik zat, nee. Als Feyenoord speelt, toen hing die nog niet. Sorry? Toen hing dat geluidsding nog niet. Want als die dag ervoor had gehangen, dan hadden we hier allemaal zo gezeten. Dat weet ik, maar als de Feyenoord of iets gebeurt, dan gaat hij wel blaffen. Meester Visser, als ik erop aan mag vullen, de geluidmeters die daar hebben gehangen, die meten natuurlijk niet enkel het blafgeluid van deze hond. Die meten al het omgevingsgeluid. Ja. Ik heb geen aanleiding gehoord, want dan had dat de geluidmeter ook waargenomen. Duidelijk. Maar voordat ik afsluit, meneer heeft ook een tegeneis. Meneer Ahmed zegt, ik wil dat de buren stoppen met over mij klagen bij de politie en de autoriteiten en de buren opstoken en schelden. Ja. Ja. Nou, ik heb hem, Niet één keer. Jullie hebben tegen mij... Als ik wat gezegd heb, dan kom ik er ook nog voor uit. Jij zegt een Turks tegen mij hoerenkind. Pooier. Flikker. Ja, dat heb ik net gezegd. Sorry, maar dat jij wil ik niet. Dat het niet alleen was. In zoverre de inleiding tot de Turkse straattaal. Ik eindig de hoorzitting. Ik zie u straks terug en dan zal ik zeggen wat ik van de zaak vind. Ja? Wij vinden het geblaf gewoon echt heel vervelend. We worden echt gewoon stapelgek van. En er moet gewoon echt wat aan gedaan worden. Kijk, Zena, mijn hond, ze is gewoon alles van mij. Ze is mijn ogen, ze is mijn gevoel, ze is mijn veiligheid. Ze doet alles van mij. Wat denk je dat meester Visser gaat beslissen? Heb je het gevoel dat je een beetje sterk staat? Ik weet het echt niet. 50-50, ja. Schok je van de metingen die de geluidsexpert had gedaan? Ja, natuurlijk dat schrik van zijn hoge decibel. En het aantal keren, tussen de 10 en 15 keer s'nachts? Dat vind ik niet veel. Nee. Weet je, maar de mensen die in bed liggen wel. Oké, klein beetje ruim open, maar van als zo'n hond blaft, dan denk ik dat je niet wakker wordt, hoor. Stel nou dat de hond gewoon mag blijven. Wat zou dat voor jullie betekenen? Nou, dat wij nachtenlang wakker liggen. Op deze manier blijven is geen optie. Nee. Nog een paar minuutjes geduld. Meester Visser is er bijna uit. En dan weten jullie eindelijk waar je aan toe bent. Goed. Oké, super. Dames en heren, na een lange emotionele dag waarop partijen elkaar soms behoorlijk de tanden lieten zien, is het eindelijk tijd geworden voor de uitspraak. En de grote vraag is, mag Hond Zena blijven of moet ze weg? De onbetwiste leider van de juridische roedel is er klaar voor. Hij staat al te kwispelen om zijn uitspraak te doen. Mag ik u allemaal vragen voor zover mogelijk om te gaan staan? Want hier is meester Frank Visser. Gaat u zitten als u wilt. Uitspraak in de zaak tussen Rodney en Marcella tegen Ahmed. De belangrijkste door mij te beantwoorden vraag is of de hond van Ahmed onrechtmatige hinder veroorzaakt aan zijn buren. De geluidsdeskundige heeft over een aantal dagen gemeten vastgesteld dat de hond tussen 1900 en 23 uur 's avonds, dat noemen we de akoestische avond, gemiddeld 40 keer blaft. En tussen 23 en 7 uur 's ochtends, de akoestische nacht, tussen de 10 en 15 keer. Daarbij is de geluidsbelasting op de gevel van de buren gemeten maar liefst 85 decibel. Dat is veel te veel, waardoor de nachtrust van deze buren natuurlijk structureel ernstig wordt verstoord. Echter, is dat allemaal erg genoeg om daartegen juridisch op te treden? Dat de hond weg moet. Feit is dat Ahmed zijn hond niet alleen voor de lol houdt, maar dat hij dringend behoefte voelt aan een waakhond na in zijn eigen huis te zijn overvallen. En verder is hij niet ongenegen gebleken om in elk geval iets te doen aan dat blaffen, bijvoorbeeld door een anti-blafband aan te schaffen. Echter, ook van Ahmed mag worden gevraagd dat hij meer doet om de door zijn hond veroorzaakte overlast zoveel mogelijk te beperken. En wel door deze tenminste in de avond en in de nacht bij hem in huis te laten. Daartoe is Ahmed echter niet bereid. Ik snap dat wel, maar ben tegelijkertijd van oordeel dat de buren daarvan niet het slachtoffer mogen zijn. En daarom zal ik, alles tegen elkaar afwegend, beslissen dat de hond helaas weg moet. Waarvoor Ahmed 2 maanden de tijd krijgt. Is de hond dan nog niet weg, dan zou hij Rodney en Marcella een boete moeten betalen die na een aantal
dagen kan oplopen tot maar liefst 10.000 euro. Zou ik niet doen. En een nieuwe buitenhond mag natuurlijk ook niet meer. Gelet op het voorgaande kan niet worden volgehouden dat Rodney en Marcella ten onrechte hebben geklaagd bij de politie en andere instanties. Van opstoken van de buren die naar hun eigen zeggen dezelfde overlast ervaren is evenmin sprake. En als er al is gescholden, dan is de aanleiding daartoe met het verdwijnen van de hond uit de wereld. Dit is mijn beslissing. De zaak is afgedaan. Dank u wel. Rodney en Marcella, de hond moet weg. Jullie krijgen de nachtrust terug. Ik kan me voorstellen dat jullie opgelucht zijn. Ja, opgelucht wel, maar ik ga niet echt een vreugdetansje doen natuurlijk. Nee. Ik vind het ook sneu van hebben dat hij zijn hond weg moet doen. Ja, dat begrijp ik. Want voor jou, Ahmed, is het een verdrietige uitspraak. Sowieso. Heb jij zelf al enig idee waar de hond naartoe zou kunnen? Nee. Ik wil in ieder geval vertellen dat onze redactie, ons team van meester Frank Visser en onze hondendeskundige jou willen helpen met het vinden van een nieuwe goede plek voor Zena, waar wellicht voor haar ook een beter leven ligt. Ja, we gaan het zien. Oké. Ik wens jullie het allerbeste en ik hoop dat het rustig blijft daar in het leuke straatje in Rotterdam. En heel veel sterkte en geluk met het tweede kindje wat er komt. Dankjewel. Geef hem elkaar nog een hand. Dank u wel voor uw komst en nog een fijne avond. Nou, meester Visser, het zit er weer op. Ik moet u eerlijk zeggen, ik heb er wel een beetje buikpijn van. Want voordat je iemand toch zijn hond afneemt, moet er heel wat aan de hand zijn. Ja, dat snap ik. Maar volgens het burgerlijk wetboek moet ik ook rekening houden met de belangen van het dier. Van de hond dus. En eerlijk gezegd denk ik dat die hond ergens anders toch wel beter af is. Ja, dat begrijp ik. Zit u nou te kijken en vindt u ook dat de buren ergens anders veel beter af zijn? Wacht dan niet langer. Mail of bel ons. Komen we zo snel mogelijk naar u toe. En dan lossen we het op. Zoals altijd. Bedankt voor het kijken en nog een hele fijne avond. Ja. Tot volgende week. Dag. Dag. Zeg, wat ruik ik nou, Victor? U ruikt natte Turkse herder. Jeetje. Daar heb ik de hele dag een beetje mee gevreden namelijk. Ja, en nou ben ik zelf een klein beetje een natte Turkse herder. Ja, maar zo kom je vanavond er niet in thuis, hoor. Nee, maar ik slaap altijd in de schuur, hè. Altijd. Of buiten.